Ben jij je bewust van je eigen vooroordelen en van die in je omgeving? Weet jij dat je eigen normen en waarden kunnen verschillen van een ander? Het Erasmus MC wil ervoor zorgen dat iedereen in het ziekenhuis en daarbuiten hier bewust van is en daarover met elkaar kan praten. We zijn namelijk een werkgever, zorgverlener en opleider voor mensen van allerlei achtergronden, midden in het hart van de meest diverse stad van Nederland, Rotterdam. En die diversiteit en inclusie, DNI, willen we duidelijk laten zien. Als werkgever laten we via diverse acties en uitingen zien dat iedereen er mag zijn. We hebben de ambitie om de vertegenwoordiging van genders in de verschillende functies gelijk te trekken. Maar we willen ook meer dan 400 banen creëren voor medewerkers met een ondersteuningsbehoefte. Daarnaast hebben we inwisselbare feestdagen. Dus wil je liever het suikerfeest vieren in plaats van Tweede Paasdag? Dan kan dit in het Erasmus MC. En op een heel ander vlak, we hangen de LHBTI-vlag uit. En in dit kader organiseren we verschillende evenementen. Bijvoorbeeld tijdens Internationale Vrouwendag. Seksen en genderverschillen zijn belangrijk voor heel de gezondheidszorg. En daarmee voor het Erasmus MC als zorgverlener. Denk aan onderzoeken waar alle genders in worden meegenomen. En dat er rekening wordt gehouden met de biomedische verschillen tussen groepen mensen. Wij vinden dat iedere patiënt dezelfde kwaliteit van zorg verdient. Ongeacht leeftijd, seksuele voorkeur, sociaal-economische situatie en culturele achtergrond. Zo heeft het Erasmus MC een speciale migrantenpoli, waarbij we veel werken met visuele uitingen en aangepaste vragenlijsten. Deze poli laat zien dat we het belangrijk vinden hoe we met iedere individuele patiënt kunnen communiceren. We willen dat er vertrouwen en verbinding komt in en tussen alle lagen in het Erasmus MC. Dit geldt voor studenten, maar net zo goed voor de patiënten, onderzoekers, verpleegkundigen, artsen en al het ondersteunend personeel. Als internationaal topziekenhuis, maar ook als onderwijskundig en wetenschappelijk topinstituut willen we alle mensen een open en veilige omgeving bieden. Met gelijke kansen, ongeacht gender, culturele afkomst, religie en eventuele ondersteuningsbehoeften. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste omgeving is om mensen te laten floreren, waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen en waar persoonlijke en professionele ambities waargemaakt worden. Pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en het ridiculiseren van speciale behoeftes moeten tot het verleden behoren. We willen een omgeving zijn waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt. En we streven ernaar dat we geen ombudsman en vertrouwenspersonen meer nodig hebben. Maar tot die tijd zijn ze er wel en kan je er terecht met je vragen en meldingen. Geen mens is hetzelfde. Voor iedereen ligt de grens ergens anders. Wat zou het mooi zijn als we ons bewust zijn van de grenzen van de ander en daar rekening mee houden? Dit is niet altijd makkelijk. Het is een proces van hard werken, incasseren, leren van tegenslagen en doorgaan terwijl we bruggen proberen te bouwen. We blijven geloven in al het moois wat er gebeurd is en ongetwijfeld staat te gebeuren. Bij mij zit DNI van het Erasmus MC in mijn DNA. Hoe zit dat bij jou?